We gaan het hebben over de meest iconische dieren van de prairie, van het Wilde Westen. Namelijk de grootste landdieren van Noord-Amerika, bisons. Enorme hoefdieren. En om jullie een idee te geven van hoe groot ze nou precies zijn, heb ik er eentje meegenomen. Check dit. Zo de knetters, wat een gigant. Een volwassen mannetje kan zo zwaar zijn als een auto. En ze kunnen wel 3 meter lang worden. Een echte reus en een krachtpatser. Ze zijn zo zwaar gebouwd, met een indrukwekkende grote kop, breed voorhoofd, korte nek en een dikke schouderbult. Moet je kijken. En je kan pas echt zien hoe groot ze zijn als ik er zo naast zit. En ik voel me ook ineens heel klein. En ze zien er wellicht een beetje sloom uit, maar vergis je niet. Ondanks hun formaat zijn ze hartstikke snel. En als het moet, halen ze meer dan 60 kilometer per uur. Veel sneller dan de snelste mens. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben die korte, gebogen hoorns, die een dikke halve meter lang kunnen worden. En mannetjes en vrouwtjes bisons leven gescheiden van elkaar, in aparte kuddes. En als de jonge mannetjes 1 jaar of 2, 3 zijn, dan verlaten ze de groep van hun moeder en sluiten ze zich aan bij een mannenkudde. Maar natuurlijk is er 1 periode in het jaar waarop die 2 kuddes wel weer bij elkaar komen. Namelijk aan het einde van de zomer, de paartijd. En dan kan het gevecht om de vrouwtjes beginnen. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe, kan ik je vertellen. Kijk maar mee. Hoe bizar is dit? 2 keer 1000 kilo spier vol met testosteron. En ze beuken op elkaar in. Dit zijn net levende tanks. Ze kunnen niet alleen veel hebben, ze kunnen ook goed uitdelen. Maar zoals altijd kan er maar 1 de sterkste zijn. Maar ondanks dat ze zo groot, zwaar en sterk zijn, loeren er zelfs voor bisons grote gevaren op de prairie. Zeker als je als bison kalfjes hebt. Deze kudde bisons wordt opgejaagd door wolven. De hongerige roofdieren hebben een groot uithoudingsvermogen en weten zo een moeder en haar kalf van de rest van de kudde te scheiden. Een slimme zet, want zo kunnen ze niet geholpen worden door de andere bisons in de kudde. De moeder en haar kalf worden van alle kanten aangevallen. Dit ziet er heel slecht uit. Met 2 wolven lukt het de moeder nog wel om de aanvallen af te slaan. Maar dan komt er nog 1/3 wolf bij. Het jonge kalf probeert wanhopig zo dicht mogelijk bij zijn moeder te blijven. Want dat is zijn enige kans om dit te overleven. Nu wordt het wel heel lastig. Het enige wat de moeder kan proberen is om haar jong de struiken in te krijgen, waar ze hopelijk wat bescherming kunnen vinden. Het is gelukt. De wolven zijn ze kwijt. En wat blijkt, ze hebben niet alleen de wolven van zich afgeschud, maar ook nog een ander bisonkalfje gevonden die door deze aanval zijn moeder kwijtgeraakt was. Eind goed, al goed. Vandaag hebben de bisons deze slag gewonnen.